Mijn naam is Joost Engels. We zijn hier bij Engels Logistiek BV, onderdeel van de Engelsgroep. En ik ben de CEO van de Engelsgroep. Engelsgroep levert meermalig verpakkingen, zoals bakken, kratten, pallets, pallboxen. Met als toepassing het vervoer van spullen en het inzamelen van afval. Toen ik hier naar de TH in Eindhoven ging, had ik een vaag beeld van een klein bedrijfje en een knappe vrouw met een snelle auto. Het bedrijfje is niet echt klein, de auto is behoorlijk snel en mevrouw stel ik graag een keer voor. Mijn vader heeft het bedrijf opgericht in 1955, puur op commissie. In 1960 was de eerste inschrijving Kamer van Koophandel. Ikzelf heb het in 1985 overgenomen na een inwerkperiode van 5 jaar. En heb het samen met de Compion gebracht tot waar het nu is. De Compion is het vastgoed ingegaan en werkt niet meer actief in het bedrijf sinds 2005. Je zit aan het roer en je neemt de beslissingen waarvan jij denkt dat het de beste voor het bedrijf zijn. Ook als het je nachten piekeren kost, ook als het je uit de slaap houdt, ook als het tot angst leidt of als het je geld kost. Maar je neemt die beslissing omdat je voor je bedrijf gaat. Het is lang niet altijd leuk, maar het is ontzettend meeslepend. Enigszins intellectueel, creatief, proberen de confrontatie te vermijden. Proberen eigenlijk langs de slimme achteringang binnen te komen en niet botsend via de voorkant. Cold calling wordt in dit bedrijf niet gedaan, slim mailen wel. Dus eigenlijk confrontatie vermijdend en langs linkse wegen succes zoeken. Waarom ik de BOV-trofee zou willen winnen? Om iedereen in de zaal en naar buiten te tonen dat je op je 50ste en boven je 50ste wel degelijk meetelt. En aanwinst in het arbeidsproces kan zijn. En hoop dat ze in Den Haag ook begrijpen.